Ja, dat is het goed. Dus aan de telefoon de heer Ger Koopmans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en ja, vooral bij de meneer en heer Van Inks telefoon, want ja, Geer Goud verluipigt de burgemeesterpost in gemeente Steinwaarnemen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En zit je al benoemd of moet dat nog gebeuren? Ik ben al benoemd, ja. Ik ben, geloof 2 weken geleden heeft de gouverneur me gebeld. En of dat ik er interesse in had om dat te doen. En ik ben al, ik ben toen binnen een paar dagen al beëdigd. Nadat ik met de gemeenteraads fractievoorzitters gesproken heb. En vanaf 2 april ben ik de burgemeester van Stein. Oké, dat gaat er wel heel snel. Heb je daar niet over nadenken dan? Wordt meteen zo van, ja, dat ga ik doen. Ja, ik heb er niet langer van nagedacht. Ik moest met mijn baas waar ik werkte wat regelen, maar de vraag op zich vond ik boete gewoon eervol. Ik vind het geweldig leuk om te doen. Ja, kijk, dat vind ik veel leuk om te werken. Nu, ja, willen de Lu van Stein willen hier weten, ja, wie is dat hier Koopmans? Kent je zichzelf even voorstellen? Nou ja, ik ben, ik kom uit Noord-Limburg, uit Velde. Ik ben vorig jaar 50 geworden. En ik ben van origine ben ik eigenlijk melkveehaler, koeienboer. Dat is even geen anders, zeg. Maar wel koe in Stein, dat scheelt, hè. Wat blijft? We hebben hier in Stein ook wel koe, dus dat is wel eindelijk misschien. Ah, oh, dat is goed om te huren. Ja. We hebben vooral een koe zien. Ja. We hebben, ik heb zeg maar, op jonge leeftijd besloten om op het bedrijf boer te werken. En dat heb ik gedaan tot mijn 35ste ongeveer. Dus een kleine 20 jaar. Eerst samen met pap en de man. En mijn broer had hier zo nog met gewerkt. En daarna hebben we, heb ik de boerderie zelf overgenomen. En ik heb van jongs af aan, want ik heb tegen mijn pap toen gezegd. Zeg, ik wil ook wel boete de boerderie wat dingen doen. Dus ik ben van jongs af aan ben ik actief geweest in het verenigingsleven. En daarna in de wereld van de LLTB, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. En ik heb heel veel, door belangenbehartiging voor de boeren gedaan. En ik ben heel erg veel gaan doen in de politiek. Oké, okay. Ja, en nu vraag ik me natuurlijk af, van wie komt ze van ja, boer zijnde naar de politiek en naar burgemeester? Wie geeft dat? Ja, wie geeft dat? Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in de politiek. Toen ik op de lagere school zat, had ik al opstellen te schrijven voor Vietnam. Over de oorlog. En ik geloof dat ik in jaren 14, 15 word. Toen heb ik al een cursus parlement en politiek gedaan bij Teliak. Voor de rest word ik overigens een gewoon normaal kind. Dus maak ik allemaal geen zorg. Maar er is altijd een grote betrokkenheid geweest. Vanaf, denk ik, 21 of zo ben ik bij het CDA gegaan. En toen ben ik, toen word ik 4 jaar later of 2 jaar later commissielid bij ons. In de gemeente Artsen en Velden wordt het. 4 jaar later word ik raadslid, 4 jaar later word ik wethouder, 4 jaar later statenlid en 4 jaar later Tweede Kamerlid. Ja, en nu dan vervangend burgemeester? Ja, inderdaad. Zit je al eerder burgemeester geweest, ergens? Nee, ik ben nooit eerder burgemeester geweest. Ik ben wel in Artsen en Velden tussen 94 en 98 ben ik lokale burgemeester geweest. Maar het is toch anders, natuurlijk. Ja, en ja, nu is Stein is een klein maar gezellig dorp. Koos je Steinwaal al? Ik koos eigenlijk alle dorpen, volgens mij. Ik ben als statenlid, maar ook als bestuurder van de LLTB, maar ook als kamerlid, ja, ben ik denk ik wel overal geweest. Het enigste dorpje waar ik me niet kon herinneren dat ik geweest was, was Meers. Ja, maar het ligt een beetje afgelegen, hè? Dat is warm, dat is wel een prachtig dorpje. Ik ben vorige week ben ik rondgereden op zondag. En toen ben ik nog in Grootmeers en in Kleinmeers geweest. Ja, ja. Prachtig. Dus je geniet ook wel van de mooiheid van onze gemeente. Ja, zeker. En gisteren nou, had ik natuurlijk helemaal een eerste hoogtepunt. Want ik mocht gisteravond 2 koninklijke onderscheidingen uitreiken. Ja, aan ja. De heren mevrouw Frans en Annie Gele uit Elslo. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja. Ja, fantastisch. En het wordt helemaal leuk, want die zijn geëerd. Omdat ze al van jongs af aan al meer dan 30 jaar betrokken zijn bij de scouting. En met name bij scouting Elslo. Mm-hmm. Maar ik ben zelf 5 jaar voorzitter geweest van scouting Nederland tot december 2011. Dus mijn betrokkenheid
bij de scouting ook wel heel groot. Dus het was eigenlijk dus fantastisch om te doen. Gisteren. Dat maakte de eerste opdracht weer extra bijzonder. Ja, zeker. Nu is de burgemeesterpost is vrij in Steen. En ze zoeken een vaste deveur. Zou je daarvoor in aanmerking willen komen? Ja, in aanmerking kan elke Nederlander, hè. Ja, maar ik stond er zelf heel onbevangen tegenover. We zien wel hoe het allemaal op. Nou, kijk, dat is al positief, hè. Wat zijn uw taken in de gemeente Steen de komende tijd? En wat kunnen jullie verwachten van deze tijdelijke burgemeester? Nou, ik heb een gemeenteraad gevolgd. Wat wilt je? Moet ik achteraan lopen en een beetje kijken of dat de dingen normaal lopen? Of wilt je ook dat ik wat mee voorop loop? En toen hebben ze gezegd, het is een jonge mens, Dick Koopmans. Tenminste van een waarnemer. Ga ik ook maar mij voorop lopen. En in het college hebben we erover gesproken. De portefeuilleverdeling van burgemeester Baske is hetzelfde gebleven op één ding hoor. Die deed ook volkshuisvesting. En dat gaat nou wethouder Heuvelmans doen. Ja, even misschien goed om de bieten te zeggen, want woonwagens die blijven bij u beide, hè? De woonwagens die blijven bij mij, ja. 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 Nou, dan denk ik dat we de lui aardig hebben laten kennismaken met deze tijdelijke burgemeester. Veel bedankt u dat je even de tijd nam voor in ons programma te komen. En we wensen u natuurlijk heel, heel veel succes in onze gemeente Steen. Dankjewel en iedereen een fijne zondag toegewenst. Ja, Geer ook. Dank hem. Oké, hoi. Hoi.